Ja, goeiedag. Dit is best wel spannend, want ik ben voor de eerste keer hier bij de WordPress Camp. En ik had niet zo'n volle zaal verwacht. En wat dan altijd zo spannend is, wat verwachten jullie van mij? En want dat wil ik dan graag beantwoorden. En ik heb natuurlijk iets voorbereid voor wat ik denk dat mensen komen luisteren. En dat kan natuurlijk een mismatch zijn. Dus dat is al een soort van disclaimer vooraf dan. Maar laat ik eerst even vertellen. Ik ben de founder van Nieuw Initiatief. En wij zijn een digitaal bureau. En wij concentreren ons op kennis delen, samen leren en mensen verbinden. Dat zijn eigenlijk de drie poten waar wij ons op gespecialiseerd hebben. En dan moet je denken aan communities, kennisbanken en e-learning. Even eenvoudig verteld. Dat is even de rode draad waar ik het vandaag over ga hebben. Maar eerst mijn naam. Ik werd al voorgesteld, Edwin de Kuiper. Ik ben in 19... ik heb een technische achtergrond, technisch opgeleid. En in de begin jaren 90, 1992, was ik multimedia developer bij een bedrijf. Internet bestond nog niet. Dus dat was echt nog in C programmeren. En mijn enthousiasme voor media is begonnen met de Amiga 2000. Dat is ongeveer mijn geschiedenis. De Amiga 2000, Commodore, voor degenen die dat niet kennen. Maar later, eind jaren 90, kreeg je natuurlijk een verandering, want internet kwam op. En professionele uitgevers, vakuitgevers, die moesten daar een antwoord op bedenken. En ik heb in de fotodoos gekeken van hoe zag dat eruit, mijn begin van mijn carrière, bij klanten. En bij klanten met heel veel kennis. En in dit geval is dat een universiteit, de Universiteit van Amsterdam. En dan laat ik even wat foto's zien die ik gevonden heb, want zo ben ik begonnen met een kennisbank. Dat zag er zo uit. Heel veel kopiëren, heel veel papers, grote stapels. De man die hier werkte wist precies waar alles lag. Maar ja, dit was niet op een gegeven moment niet meer houdbaar. Dus kennisbanken werd natuurlijk een steeds belangrijker onderdeel. Maar dat betekent wel iets. Want als jij als vakuitgever gewend bent om papier te produceren en in de ene komen digitale media op, dat betekent wat. Dus ik wil jullie even meenemen in zo'n proces van een uitgever. Hoe dat ging en waar je dan tegenaan loopt. En waarom ik dat doe, dat heeft namelijk te maken met de kern van wat content management is. We zitten hier allemaal met WordPress. Dat is een content management systeem. Maar het doet iets, namelijk het beheren van een proces. En dat noem ik het content management proces. Maar ik kijk er mogelijk iets anders aan dan jullie. Dat zou kunnen. Dit is het proces in 1998. Je hebt een redactie en die redactie die schrijft en die keurt goed. En vervolgens gaat het naar de opmaker, de andere afdeling. Die maakt het op, die maakt er een mooi magazine van. Of die maakt er een losbladige van. En vervolgens gaat het naar de drukker, gaat het naar de klant. Daarna kwam CD-ROM, midden jaren 90, CD-ROM. Dus vanuit het magazine werd het op CD-ROM gezet. En als je een CD-ROM hebt, kon je op een gegeven moment die CD-ROM ook op internet zetten. Dit is het proces midden jaren 90. Eind jaren 90, dus 98 ongeveer, klanten gingen vragen, we willen het wel op internet hebben. En dat, nu zou je denken, ja, dat is heel logisch, hè? Dit is raar. Nou, dit is ook raar, maar dat was het toen niet. Maar dit was super spannend. Dit was super spannend. Om twee redenen. Namelijk, de ene kant is de uitgever. Voor de uitgever betekent dit een enorme verandering om dit te om dit om te buigen. Maar voor de eindgebruiker is het nog veel spannender. En dat was een enorme... enorm traject om de eindgebruiker mee te nemen. En waarom was het nou zo spannend? Er zijn eigenlijk twee dingen voor de eindgebruiker. Die kreeg namelijk, die betaalde voor een kennisbank betaal je zo 2000 tot 15.000 euro per jaar. En dus dat is best geld. Daar krijg je ervoor een losbladige of een boek.
En je krijgt daar een CD-ROM op een gegeven moment voor. En toen kwam internet. Ja, en internet, daar hebben ze verteld, alles op internet is gratis. Dus waarom zou ik nog zoveel geld betalen? Want je hebt geen drukkosten meer, allerlei kosten verdwijnen. Dat is gratis. Dus dat was voor de uitgever spannend. Maar voor de eindgebruiker was nog iets anders. En dat is namelijk, wie zegt mij dat internetabonnement ik daar altijd bij kan? Dus dat was een heel spannend iets. Namelijk, als je een CD-ROM hebt, kun je het vastpakken. Als je het boek hebt, kun je het vastpakken. Maar internet kun je niet vastpakken. Dat is heel belangrijk. En waarom ik dit vertel, is omdat strakjes ga ik nog meer vertellen over de eindgebruiker. Die eindgebruiker moet je altijd meenemen in de ontwikkeling van het platform. Nou, ga ik nu dit proces, hè, dus daar hebben wij met de uitgeverij, hebben we er echt naar gekeken, hoe zouden we dat moeten doen? Nou, dan heb je natuurlijk weer de redactie. We gingen toen echt opslaan in SGML, later XML. En dat werd opgeslagen in componenten. Ik noem dat componenten. En van die componenten maakten we met recepten, noemen we dat. Hè, maar je kunt het denken aan queries. Bouwden we weer nieuwe producten op. Dus we zetten het weer in een nieuwe volgorde. We maakten daar een selectie uit. En je had weer een nieuw product. En dan kun je het uitserveren naar allerlei media. Dit is de heilige graal voor een vakuitgever. De grote uitgevers werken nog steeds op deze manier. Maar je ziet al aan de onderkant component CMS. Dit is de oorsprong van content management. Dit is zoals ik content management zie. Het grappige is dat ik tegenwoordig weer een hele verandering zie. En dat noemen ze dan headless CMS. Maar dat is eigenlijk de bron van internet. Nou, en op een gegeven moment waren klanten gewend aan internet. En toen zeiden ze, ja, we hoeven eigenlijk die CD-ROM niet meer. Dus die werd er al uitgehaald. Dat print, nou, dat kreeg eigenlijk ook al een andere functie. Dus dat proces is op een gegeven moment vereenvoudigd. Dus eerst naar internet en daarna pas naar print. Internet first. Later is dat mobile first genoemd. Misschien is dit wel bekend bij jullie. Is iemand bekend hiermee? Mobile first term? Zeker. Ja? Oké. Okay. Dus dit proces, dit komt uit dat complexe proces wat ik daar straks liet zien. En dit is dan eigenlijk wel weer vereenvoudigd, want eigenlijk, zoals WordPress is echt een web content management systeem. Dus je krijgt eigenlijk een web content management systeem rondom een platform. Dus we zijn eigenlijk weer terug naar een vereenvoudigd proces. Ik ben nog steeds met WordPress bezig. Dit is de enige slide over WordPress. Daarna ga ik over heel andere dingen hebben. WordPress is, wat ik ervaren heb, er zitten super goede voordelen in. Je kunt heel snel ontwikkelen, je hebt heel veel plugins, dus het is flexibel. Er zijn heel veel mensen die ermee werken, ook bij klanten. Dus ze zeggen, oh ja, daar heb ik wel eens mee gewerkt, dus dat helpt. En dat zijn hele grote voordelen. Maar er zijn ook aandachtspunten. Aandachtspunten waar ik niet een antwoord op heb direct, maar ik wil ze wel even gedeeld hebben. Ik denk van, ik sta hier nu toch, dus ik denk, ik gooi het eens even in de groep. Aandachtspunten die vooral gaan over continuïteit. Als jij een databank hebt, wat ik daar straks schetste, en mensen zijn inmiddels wel gewend, nou, internet, dat vertrouw ik wel, dus ik neem rustig een abonnement van een paar duizend euro op een kennisbank. Maar dan verwacht ik wel dat hij het altijd doet. En daar zie ik wel een issue. Ik heb van plugins gezien dat die in één keer gewoon een primary key voor de technici een primary key verandert. Het systeem van een primary key, waardoor er van jaar of een lange periode aan gegevens niet meer te vinden is. Dat kan niet. Dat kan niet. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dan zou je eigenlijk moeten zeggen, dan gaan we zelf die plugin bijvoorbeeld ontwikkelen, maar dan haal ik het weg uit de voordelen. Dus hoe kun je een beschikbaarheid afspreken met een plugin leverancier? Nou, ik weet niet of er hier
plug-in leveranciers in de zaal zitten. Maar denk er eens over na. Daar zit een waarde aan. En de schade die daaruit voort kan komen kan dus best heel groot zijn. Je merkt, hè, ik praat niet over een marketingwebsite. Ik praat over een website, een kennisbank, die gewoon beschikbaar moet zijn. Waar echt een waarde, waar mensen afhankelijk van zijn voor hun werk bijvoorbeeld. Nou, dit is het ergste wat ik kan vertellen vandaag, zo'n beetje. Maar misschien is het wel even leuk om te weten wie is hier ontwikkelaar. Ja. ontwerper. Dat is wat minder. Sorry? Content manager. Oké. Okay. Oh, de meeste is ontwikkelaar. Nou ja, technische gaat het zeker niet worden. Ja? Je gaf net aan van plugins hebben vaak een beschikbaarheidscontract. Geen beschikbaarheidscontract, sorry. Daar ben je van afhankelijk. Je zegt van ja, dan kan je het laten bouwen, maar dan neem je het voordeel weg. Maar plugins worden toch überhaupt gebouwd door iemand? Dus ja. Het is toch niet zo gek als klant dat je een plugin laat bouwen die aan jouw wensen voldoet en die dus ook beschikbaar blijft? Jazeker. Dan heb ik het niet helemaal goed uitgedrukt. Ik heb bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een plugin en die koop je. Het is een professionele plugin, dus je betaalt daar ook een licentie voor en die wordt ook geüpdate. En daar is niks mee aan de hand. Maar we hebben in de praktijk meegemaakt dat bij zo'n professionele plugin, waar je dus ook echt voor betaalt, in één keer gewoon de primary key systeem heeft veranderd. En die zegt, ja, dan moet je die andere records maar even gewoon aanpassen. Dat kan niet. Dat kan niet in zo'n omgeving. Maar er zijn veel slechte plugins, maar betaalde zijn over het algemeen juist heel goed. Daarom noem ik het al even heel expliciet, ik betaal ervoor. Dus het is echt een praktijkcase. Ik betaal er ook voor, per jaar, ook niet een tientje. Nee, echt gewoon in de honderden euro's. En in één keer verandert dat. Ja, het is gewoon zo. Ja, het is open. Jouw systeem. Ja, er zitten allerlei haken en ogen aan. En ik weet dat de combinatie van versies kan natuurlijk invloed hebben. Maar dan wordt het een technisch verhaal. En dan wilde ik het even wegblijven. Want dan, daarom zeg ik al, dit is tot technische wordt het voor vandaag niet. Althans niet bij mij. Ik wil alleen aandacht vragen voor continuïteit. Dat is namelijk van belang. Dus ben je producent van een plug-in waar je voor betaalt, geef ook een optie om te zeggen, nou, ik sluit ook een SLA af met je, zodat je ook voor zorgt en dat we ook een proces afspreken met versie en updates, dat ding altijd blijft draaien. Dat je niet gewoon zo in één kunt zeggen, nou, we gaan even een nieuwe primary key, want dat is handiger voor de nieuwe functionaliteiten. Nee, dat kan niet. Dat kan niet zomaar. Daar zit bij andere systemen zit daar een heel migratietraject achter. Ik zei daar straks al even de eindgebruiker, want daar begint het mee. De eindgebruiker is degene waar je eigenlijk naar zou moeten luisteren. Dat is de persoon die gaat over de applicatie. Niet de ontwikkelaar, niet de ontwerper, de eindgebruiker. En al helemaal niet de directeur van het bedrijf die dat verkoopt. Het is echt de eindgebruiker. Dus daar moet je naar kijken als je een platform gaat ontwikkelen. Nou, en binnen een nieuw initiatief hebben we daar ook een systeem voor, een methode. Dat noemen we de initiatiefversterker. En uit die initiatiefversterker hebben we twee onderdelen gehaald. Twee ingrediënten, zo je wilt, om vandaag eens te bespreken. En dat is empathie en samenwerken. En dat leek me nou een heel mooi onderwerp. Twee onderwerpen. Er zit een heel proces achter, maar daar heb ik nu de tijd niet voor. Er is een meneer met bordjes, dus die is oké, die schudt nog prima. Er zijn twee thema's: empathie en samenwerken. Empathie. Daar ga ik even nu bij stilstaan. Wat denken jullie dat empathie is? Hier staat niks op, expres. Zeg eens. Wat is empathie? Inlevingsvermogen. Iemand anders?
Nou, dat is fantastisch. Ja. Ja. Dat is het. Hè. Je kunt inleven in de ander. Dat je in de ander kunt verplaatsen. Dat je iets kunt zien vanuit het gezichtspunt van een ander. Dat wil niet zeggen dat je het ermee eens hoeft te zijn. Maar dus dat je je wel kunt verplaatsen vanuit het gezichtspunt van een ander. UX-designers zijn daarvoor opgeleid. Dit is een heel belangrijk onderdeel in UX-design. Maar het kunnen verplaatsen in de ander, dat is nog niet zo makkelijk. En dit is een uitspraak van Poulenc. Het is een fantastische uitspraak wat je met empathie kunt doen. Dit heb ik vanuit een presentatie van Design Thinking. Daar komt dit ook vandaan. En daar hebben we in totaal, 3 volle dagen enkel maar over empathie gehad. Dus om je een idee te geven wat dat betekent en hoe je daarmee om moet gaan. En daar neem ik een paar dingetjes uit voor jullie. En één daarvan is dat je naast empathie, je hebt het perspectief van de ander pakt. Caring, zorg dat je niet oordeelt. Dat is een belangrijk onderdeel. Je moet gewoon hoofd bovenaan alles staan. Herken het gevoel en communiceer er ook over. Dat zijn eigenlijk de belangrijke dingen om de eindgebruiker te kunnen begrijpen. Want dat is wat je wil. Je wil kunnen begrijpen waarom doet de eindgebruiker zoals die doet. En daarvoor moet je heel goed kunnen kijken. Je moet heel goed kunnen observeren. Want je moet niet alleen... Jij bent een persoon, dus jij ziet wat de ander doet of de ander niet doet. Maar je moet het ook nog vanuit het standpunt vanaf de ander kunnen doen. Dus dat is dubbel op. En nou heb ik een heel klein filmpje, een klein testje. Om eens te kijken hoe goed jullie kunnen observeren. En dat is een filmpje, ik heb er geen geluid bij. Het is een reclamefilmpje. Van Seat. Het gaat over een blauwe auto in de straat. Observeer. Zie jij wat wijzigen? Dat is, je ziet het nu nog wazig, maar dat komt wel goed. Je moet echt goed opletten met wat jij denkt dat er wijzigt. Ja, zien jullie wat? Oké. Nou, ik weet niet of je er wat hebt gezien, maar de complete straat is veranderd. En het laat eens even heel snel zien wat hierna komt. Dit was het. Dus wat er veranderd is, dat laten ze versneld zien, waardoor het nu gaat opvallen. Er zijn onvoorstelbaar veel... De complete straat is anders. Tot en met de aap linksboven. Ik weet niet, heeft iemand die wel... Oh ja? Oké. Dat betekent dat het ongelooflijk moeilijk is om alles heel goed te zien. En als je het alleen al beseft, is het al een win voor vandaag. Maar dat is een grote stap. En ik heb nog een filmpje en die is wat luguberder. En daar hoort een vraag bij. En dat is van Milgram. Ooit wel eens van Milgram experiment gehoord? Ja. Ja, één jaar? Oké. Mijn vraag aan jullie is, stel je voor, hypothetisch. Je moet een complex systeem maken, kennisbank maken. En dat is voor de eindgebruiker. De eindgebruikers zijn oorlogsmisdadigers. En die oorlogsmisdadigers, daar moet je je dus in verdiepen. Dus geen oordeel, daar heb ik het niet over. Maar vanuit het perspectief van een oorlogsmisdadiger. Denk je dat dat kan? Sorry? Ik ken genoeg hackers, dus dat is geen probleem. Wat ik je laat zien met dat experiment is... Het experiment gaat namelijk over hoe ver zou jij gaan... Dus hoe ver kan een iemand gaan in het
plegen van, nou ja, bijna misdrijven. En het experiment is even heel snel gezegd. Het gaat over iemand. Ik ga hem gewoon starten. En dan, ik weet niet, kan hij nog heel even zachter, want dan vertel ik het even in een voice-over. Vanaf de laptop bijna. Oh, vanaf de laptop, oké. Want het is wel aardig als ik hem, want hij duurt het wel even, maar ik vind hem te interessant om hem niet te laten zien. Het experiment is als volgt. Er is iemand die gaat naar binnen en die krijgt de instructie. Die ziet iemand anders ook. En er wordt ook echt verteld dat het een test is. En die test die is als volgt. Dus iemand gaat in een kamertje. En in dat kamertje daar, wordt een vraag aan die persoon gesteld. En als die vraag is in mei 1962 gedaan. En in dat kamertje, daar zit het onderzoekspersoon. En de andere kant is er iemand. En die krijgt ook een opdracht. En die moet namelijk oordelen. En het oordelen is in de zin van dat er vragen gesteld worden. En heeft die andere persoon in dat kamertje het fout, dan krijgt hij een klein schokje. Dus hier zie je dus dat de persoon in het kamertje zit. Je ziet ook dus dat hij die elektriciteitsbanden afdoet. Dus dit is niet echt. Dus daarom kan ik het rustig laten zien. Er gaat niemand dood. Maar het spannende is dat die andere persoon die wordt dus uitgelegd aan een apparaat. Dat je ziet allerlei schakelaartjes. Dat bij elke fout moet hij één schakelaartje opschuiven. En uiteindelijk, ja, is die spanning zo hoog dat het gewoon gegarandeerd dodelijk is. En nou denk jij van, ja, maar dat ga ik echt niet doen als iemand daar zit. En dat gaat steeds verder. En dat is het schokkende van dit experiment. Mensen gingen echt zo ver. En moet je weten, en waarom ik dit vertel, waarom ik dit laat zien. Ik laat hem gewoon even doorspelen. Dat is namelijk dat mensen in bepaalde situaties dingen gaan doen waar ze dus, wat je, als je dat een normaal mens vraagt, niet zouden doen. Maar je kunt dus in een proces komen. Nou, hier zit ze pas op 195 volt. Nou, is naar. In ieder geval, ik laat het even zien. Ik denk dat dat het beste is. Sorry? Geluid, sorry. Het is belangrijk voor straks. Ja. Surprisingly and rather horrifyingly, that the majority of people would actually go right to the very highest level if there was some pressure from a man in a white coat who said things like, it's absolutely essential that you continue. Continue, please. In fact, about 65% of the people who he studied, who were normal volunteers from the ordinary population, actually gave the maximum number of votes. This man was one of those 65%. This one will be 195 votes. The correct one. Let me out of here. Slow. Dance. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out of here. You have no right to keep me here. Let me out. Let me out of here. Let me out. Continue, please. Let me out of here. My eyes bother me. Let me out. Let me out. You're responsible for it. Red. That is incorrect. Dit is al tegen dodelijk aan, hè? Nou ja, dit gaat door. Dus 56% gaat gewoon door. En ik laat dat zien omdat als je je moet verdiepen in een doelgroep, het is al heel moeilijk om te kijken, maar het is ook nog eens heel moeilijk om echt in de wereld te komen van je eindgebruiker. Want Je ziet dat deze man, die schuift al uit de verantwoordelijkheid. Oh, jij bent verantwoordelijk en ik voer alleen maar uit. Nou ja, zo zijn er heel veel mensen die hele nare dingen hebben gedaan omdat ze de opdracht kregen en alleen maar hebben gezegd, ja, ik voer me uit. Nou, dus ik ga daar niet langer bij stilstaan, maar het is een belangrijk onderdeel om mee te nemen om je te verdiepen in de eindgebruiker. En dat is wel een kern. Wil je een goed digitaal platform maken, is dat van belang dat je dat meeneemt. Nou, dit is even een slide om even uit die nare toestand te komen.
iedereen kent misschien deze slide wel, anders zoek hem even op internet. Empathy Map Canvas helpt je om de wereld van je eindgebruiker in kaart te brengen. Kant en klaar kun je dat zo vinden. Ja, en dan het andere ingrediënt. Samenwerken. Samenwerken, daarmee bedoel ik... Ik neem heel even een slokje water. Dan ga ik ook heel even spieken. Ja. Samenwerken, daarmee bedoel ik samenwerken tussen een content specialist en een UX designer. Waar ik het net over heb gehad met empathie en je te verdiepen in de eindgebruiker, daar wordt een UX designer voor opgeleid. En een content specialist wordt opgeleid om goede content te schrijven, die ook begrepen wordt door de eindgebruiker. Niet geheel onbelangrijk. En laat die vanaf het begin meteen samenwerken, omdat je daarmee heel veel problemen kunt voorkomen. Pas daarna, sorry voor de grote meerderheid, maar daarna komt pas de ontwikkelaar, de technische stap. En hoe doe je dat? Een daarvan, ik doe het nu een beetje snel. We beginnen altijd met de persona, dus hier omschrijven we de eindgebruiker. En dan gaan we naar het proces kijken waar de eindgebruiker mee te maken heeft. Dit is een proces voor een training. Wat iemand doorloopt. En wat nou zo belangrijk is, je ziet hier de stappen die iemand doorloopt. En vooral hebben we gekeken naar het voelen. Want dat is wat de meeste mensen eigenlijk niet doen. Maar als je kijkt naar wat voelt iemand, weet je dus ook wat iemand nodig heeft om hem dat gevoel weer naar een prettig niveau te krijgen. En door dat proces op dat niveau uit te splitsen, komen er allerlei hele interessante vondsten uit. Je ziet bij de aankoop onzeker. En als ik het doorscroll, dan zie je dus dat door de juiste informatie te bieden, dus de informatie gewoon op je website in een message box, dat zijn hele kleine dingetjes, daarin kun je dus het gevoel van die gebruiker verbeteren. Dit is een andere weergave van het proces. Omwille van de tijd skip ik die even, want het is wel een aardige. Is dat ik een aantal bloopers mee heb genomen. Want bloopers doen het altijd natuurlijk goed. Je ziet hier het plaatsen van een afbeelding kan uitmaken. En daar rechtsonder, dus een kennisbank. En daaronder staat Next Article in Business, 19 van 42. En blader maar door, ongeacht waar je naar gezocht hebt. Dat is gewoon een soort van een blader magazine. Dat is gewoon weer helemaal terug naar papier. Zo van, nou, wat staat erin? Dus eens even kijken. Zo werkt iemand die kennis zoekt of een artikel zoekt, werkt niet. Die wil gewoon iets weten over een bepaald onderwerp. Dit is ook altijd wel een hele aardige. Er staat dan, there was a problem with your submission. Errors have been highlighted below. Alleen die zin al, vind ik al heel erg. Hè? Dus dat er ergens, er staan ergens errors. Zoek het even uit. Hoe heb jij je verdiept in de eindgebruiker, denk ik dan? Want helpt die eindgebruiker door de juiste dingen in te vullen? En dan wordt hij verplicht om een nieuwsbrief af te sluiten. Je kunt er zo ontzettend veel meer mee doen. Waardoor gebruikers zich echt prettig voelen van, dat doe ik en daarom doe ik dat. Dus leg uit. Dus dat is content. En het proces, dus de functionaliteit, dat is UX design. Dat is de reden waarom je dat samen moet binden. Ander voorbeeld is termen. Termen die door gebruikers anders geïnterpreteerd worden dan bijvoorbeeld de redactie of de opdrachtgever. Daar kunnen hele grote verschillen in zitten. Ook ordening van termen kunnen heel anders zijn. En dat is de reden waarom card sorting een heel belangrijk middel is om in een begintraject ook mee te nemen. Dus laat een eindgebruiker of samen met een eindgebruiker kijken hoe zou hij nou een aantal onderwerpen categoriseren en onder groepen brengen. En dat kan echt heel anders zijn dan een redacteur of een opdrachtgever dat zou willen.
En een andere leuke is deze. Iedereen kent wel zo'n vliegpas. Echt, alle informatie staat erop. Dus echt, dit is gemaakt, denk ik, gok ik een beetje door... Nou ja, dit moet erop... Of door een content iemand, of door een techneut. Gok ik een beetje. Hoe zou je dat anders kunnen doen? Heeft iemand een idee? Goed, wat de klant nodig heeft. Het eerste wat hij wil weten. Check! Dit zou een heel handige oplossing zijn. Dit is namelijk het proces van waar ga ik naartoe? Waar moet ik heen? Hoe laat moet ik boarden? Waar zit ik in het vliegtuig? Het is gewoon het proces. Het is weer het proces wat iemand doorloopt als die naar een vliegtuig gaat. Dit is ook een hele aardige, ellenlange lijstjes. Laat mensen in hemelsnaam zoeken. Daarnaast is dit een, als je dat niet kunt lezen, dit zijn allemaal landen. En daar staat ineens tussen, don't insure me. Het kan een foutje zijn, het kan per ongeluk zijn. Maar het kan natuurlijk ook zijn omdat er in één keer termen of landen allemaal bij elkaar in een lange lijst gegooid zijn. Dat is, het hoort daar niet in ieder geval. Message failed. Dat klopt. Het klopt wat er staat. Het bericht is een error. Het bericht op zich is al een error. Ja, maar wat ik heel erg vind is dat ik dit gewoon nog elke dag tegenkom op sites. Niet elke dag, maar ik kom het nog steeds tegen. Dus wil je een goed platform maken en als dat platform steeds complexer is, dan moet je nog meer effort steken in het goed uitleggen van alle berichtjes en vanuit de gebruiker die berichtjes ook teksten meegeven. Onvoorstelbaar belangrijk. Dit is ook een hele aardige, waarvan ik ook eigenlijk niet weet wat ik ermee zou moeten. Deze kennen jullie ongetwijfeld wel. Is dan niet uit een website, is een operating systeem, maar ook dan zou ik verwachten dat er gewoon iets staat over wat er nou werkelijk fout is. Iemand enig idee wat hier mis is? Techneuten zouden zeggen, ja, nou, dat is logisch. Het is gewoon niet genoeg ruimte. Je moet gewoon meer ruimte nemen. Maar gebruiker, wat denkt een gebruiker? Ja, je... Sorry? Ja, nou, dat is ook een mogelijk. Nou ja, wat erg is dat je kunt naar settings gaan, daar kun je iets doen, maar kun je dan in die settings in één keer meer opslagruimte, dankjewel, meer opslagruimte. Ik werd getipt dat ik nog 10 minuten heb, dus ik ga zo naar wat vragen toe. Maar in de settings kun je dan in één keer meer opslagruimte creëren? Nou, waarschijnlijk niet. Je moet waarschijnlijk of spul eruit gooien. Of je moet er een kaartje in stoppen, maar in settings denk ik niet. Of je zegt, ja, ik ben klaar. Ja, klaar met wat? Klaar met het lezen van dit bericht. Kun je dan een foto maken? Nee, want als ik een foto maak, krijg ik weer dit bericht. Kortom, voor een gebruiker is dit heel verwarrend. Nou ja, dat is nog een keer lange lijsten. Dit is helemaal ridicuul. Wachtwoorden die aan dit moeten voldoen. Wie heeft dit bedacht? Wat je dan krijgt is dat mensen op een geeltje op gaan schrijven wat voor wachtwoord ze erin hebben gezet. Of een plaknootje in Notepad dat ze er gewoon kunnen knippen en plakken. Hoe onveilig wil je het hebben? Hier heb je dus ook niet zoveel aan. Ik hoop dat jullie me straks 5 sterren geven. Maar... als dat dan uitgebeeld wordt, zet dan 5 sterretjes neer. Want dan snapt een eindgebruiker beter dan een sterretje 5. Wat is een sterretje 5? Nou, zo kan ik wel doorgaan eigenlijk. Ik heb eindeloos nog veel plaatjes. Ook in... Oh, nog eentje. Het mag nog wel, hè?
Nog één. Deze heb ik opgenomen in het zwembad bij ons. Dit is echt waar dus. Hè. Dit is geen gefotoshopt foto. Maar als je de deur uitkomt, flik je eerst even over een muurtje heen. Nieuw gebouw. Ik weet niet wat die architect bedacht heeft. Maar dus ook als je daarop gaat letten, gewoon in de fysieke wereld om je heen, zie je ook dit soort dingen. Waar je zegt, wie heeft dit bedacht? Nou, dat is dit. Dit kwam ik wel eens tegen. Maar deze ook. Dit is een ergernis wat gewoon zo diep zit bij mij. Wie heeft in godsnaam bedacht dat je op een duwdeur trekknoppen zet? Dat zijn knoppen die zijn zo groot, die nodigen uit om eraan te trekken. En dan denkt iemand, oeps, message box. Nee, je moet duwen. En dat is dan ook zo klein mogelijk van, ja sorry, ik heb trekknoppen erop gezet, maar je moet eigenlijk duwen. Dat is toch raar? Als je bedenkt vanuit de gebruiker, is dit raar? Als je dit niet raar vindt, steek dan even je hand op. Want dan... Nou, dit ook. Hier is duidelijk ook design en content niet helemaal samengegaan. Zo van, ja, we willen wel alles bij ons in vier vierkante vakjes. Dat is het designthema. Dat is echt grafisch. Maar er is niet nagedacht over content, de combinatie van content. Dat is wat een UX-designer zegt. Die zegt, dingen horen bij elkaar. Nou, de content specialist die zegt, nou ja, we hebben daar rooms en we hebben daar rooms. Of die, nou ja, in ieder geval kortom, het is onduidelijk. Ik denk dat het goed is om even naar wat vragen te gaan voordat de tijd helemaal voorbij is. Ja. Yes. Ik kom eigenlijk in de hele lijn wel tegen van, hoe is bij jullie in dat nieuwe initiatief de dingen gegaan? Op die aandachtspunten, hoe zijn jullie daar uiteindelijk eventueel in verder gekomen? Nou ja, dat is wel een heel proces geweest. Ook wij zijn met vallen en opstaan wel daar terechtgekomen. Design thinking is een heel goed startpunt om na te denken over hoe kun je nou betere platforms ontwikkelen en ontwerpen. En als je dat design thinking alleen neemt, dan wordt in ieder geval vanuit de gebruiker wordt het probleem goed gedefinieerd. Want dat is wat design thinking heel goed doet. Empathie is daar een heel belangrijk onderdeel in. Maar ik heb ook gemerkt dat er dan heel veel platforms zijn die dat wel doen. Maar vervolgens gaat er eerst een ontwerper aan de gang. Als je geluk hebt, eerst een UX designer en daarna een grafisch ontwerper. Of een combinatie van die twee. Dan heb je een fantastische site met een mooie ipsum lorems. Ik heb ze echt gezien, ipsum lorems. Past allemaal mooi. Echt super top. En dan komt de content erin. Ja, die abstracts die zijn toch langer. Die kunnen verwisselen. En die termen, die Nederlandse termen, samengestelde woorden, die kunnen behoorlijk lang zijn. Ja, dan ipsum lorem is heel geduldig. Dus dan ziet het er fantastisch uit totdat de content erin komt. En dan... Ja, dan moeten we toch gaan. Dan moeten we het allemaal weer opnieuw gaan redesignen. Dat is jammer. Nou, dat, zo zijn wij ook. Dit proces hebben we ook door. Dit is vooral iets wat je natuurlijk intern kan doen. Maar in het geval van ja, zo'n liability met zo'n plugin. Zijn jullie daar meer mee samen gaan werken? Of is daar wel een SLA ontstaan? Dingen die lopen? Het probleem waar ik mee begon met die SLA, dat is echt nog steeds een probleem. Want er zijn heel veel plugins en er zijn heel veel goede plugins. Er zijn heel veel goede plugins waar je ook een behoorlijk bedrag voor betaalt. En dat is allemaal niet erg, dat doe ik graag. Ik heb tot op heden geen één plugin leverancier heeft een SLA. Want ze zeggen, nou, onze plugin die werkt wel. Het is altijd alles wat er omheen zit. Daar kunnen de problemen op zitten. Als je de helpdesk belt van een plug-in bedrijf, het eerste wat ze zeggen, zijn alle andere plug-ins uitgeschakeld. Nee, onze plug-in werkt wel. Ja. Dit is wel een probleem. En wat ik al zei, daar zoek ik ook antwoorden op, omdat ik heel graag gewoon een afspraak wil maken met zo'n bedrijf. Van, ik vind dat jullie moeten zorgen bij de volgende update dat het getest is. Dat het getest is eventueel in combinatie met andere plugins. Dus dat je
een soort van waarborg heb over continuïteit. Waarbij een gedeelte intern kan doen, maar ook een gedeelte aan. Ja, ja. Ik heb nog een vraag. De presentatie heet complexe platformen. Ja. We hebben nu misschien de strategie van een complex platform benaderd. Wel, in mijn inzien zou dat de strategie moeten zijn die op ieder product wat een end-user heeft gebruikt moet worden. Kan je misschien nog iets vertellen over wat jullie platformen complex maakt? Dat is als je bijvoorbeeld hebt over de kennisbanken. Dus als je het daar alleen over hebt, is wat ik al vertelde in het begin, in het proces content management, de component content management, daar is WordPress niet direct op gebouwd. WordPress is gebouwd op posts. Wat je dus kunt doen is een post als een, ik noem dat een informatiesoort, een post zou je kunnen nemen als een informatietype, als een artikel, en dat uitbreiden met extra velden. En dan kun je zeggen, nou, ik heb artikelen en ik heb papers en ik heb nog een hele reeks, en dat zijn verschillende post types in WordPress. En dan heb ik nog de metadata eroverheen. En de metadata in WordPress zit er wel een methode voor categorieën, maar ik heb het over een taxonomie, over een thesaurus en een ontologie. En een ontologie, ik heb geen idee, weet je wat een ontologie? Geen idee. Oké. Iemand die weet wat een thesaurus is? Woordenboek? In de website wel. Ja, komt aardig. Iemand die weet wat een taxonomie? Taxonomie? Ik even handen, want dan heb ik een beetje. Oké. Nou, het thesaurus is een stap verder. En daarin zitten ook synoniemen in. En verwijzingen. En broader en narrow terms. En daarboven heb je dan ook nog een ontologie. En tegenwoordig noemen ze dat ook wel eens een infograph. En dat misschien dat technische mensen eerder van infograph hebben gehoord dan een ontologie. Maar in principe is dat hetzelfde. Dan wordt zo'n systeem een stuk complexer. Dus de complexiteit zit hem in content architectuur en niet in techniek? Nee. Klopt. Klopt. Duidelijk. Ja. Iemand anders? Nog 1 minuut, zag ik. Nog een vraag. En dat heb je wel binnen WordPress opgelost. We proberen het altijd. Ik heb 1 keer ben ik uitgeweken naar een ander CMS. En dat had verschillende andere redenen ook. Ook technisch nog. Maar we proberen dat wel te doen. Ja. Maar het is dus niet altijd makkelijk. Daar zit. En als er heel veel waarde aan zit, aan zo'n kennisbank, word ik steeds huiveriger om nog verder naar WordPress te gaan. Dat durf ik hier wel te zeggen. Dat is natuurlijk heel erg spannend, maar ja. Je moet de juiste gereedschap bij het juiste probleem. Zeker. Gebruik je nu ook ACF bijvoorbeeld voor je mail? Ja. Nog iemand? Nog 1 laatste vraag. Oh, ik kan hier uren over praten, maar. Nou, alsjeblieft. Ja. Hartstikke bedankt.